Die staat nog klaar. We gaan luisteren. En ik heb net met Cora gesproken over waarom zij op haar 14e jaar pas begon of meer met flamenco bezig ging. Ze woonde toen in Nederland toen ze zo oud was. En wat gebeurt er dan als je uit Spanje komt, krijg je heimwee. En dan ga je gewoon weer terug naar je roots, terug naar de flamenco. Daarom is ze volop bezig en samen met Borges Valeris is ze hier te zien en te horen. Dames en heren, gaat u ervoor zitten of staan. Maar hier is Cora de Flamenca. Thank you.
Sorry, de gitaar gaat met de warmte, gaat de gitaar vreemd. Dan gaan we. Iedereen de Ya sabes lo que